we kunnen nou wel hier aan het Noordeinde sigaren rokend en whisky drinkend met elkaar discussiëren over conservatisme en al die oude goede boeken met elkaar lezen. Maar er gebeurt nu wel wat in Nederland. Hè. Kun je in die ivoren toren blijven zitten of moet je daarmee tegenaan gaan bemoeien? En hoe dan? Kijk, Thierry Boudet is een jongen met een ziel. Ja. En dat gold ook voor Fortuyn. Ja, een mens. Ja, ze zochten wat. Ja. En de rest heeft nooit gezocht en heeft dus ook nooit wat gevonden. Nee. Dus het zijn zielloze massa mensen. Ja. Maar deze twee hebben wat. En ik vond het dus oneindig fascinerend. Dus toen ik volgde die columns in de Elsevier. Toen eind augustus, begin september 2001, raakte die column kwijt. Ik zei die, ik ga de politiek in. Toen heb ik ook gelijk gebeld. Ik zei, ik kom vanavond langs voor een interview. Prima. Ik zei, ik wil u graag een keer interviewen. Hij zei, maar vanavond? Nou, toen heb ik daar van 8:30 s'avonds tot 2:30 s'nachts gezeten. In Rotterdam? In Rotterdam, in dat huis van hem. Ja. En ik dacht, eindelijk is iemand die iets nieuws te vertellen heeft. En die de voosheid van Paars blootlegt. En die begrijpt, dat is misschien toch wel zijn beste boek vanuit onze optiek, dat de samenleving verweest is. Ja. Hoe duidt hij dat? En hoe denkt hij daar iets aan te kunnen gaan doen? Dat vond ik goede vragen. Ja. En die werden helemaal niet in de politiek gesteld. Het was heel technocratisch.